naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. En super gaaf dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben net wakker geworden. Ga nu lekker weer slapen. Nou, wat rusten allemaal. Mocht je nou mij nog nooit eerder hebben gezien, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ik ben zeg maar geen vlogger. Hoe kan het dan nog steeds mensen, iedereen die YouTube-filmpjes maken, vloggers vinden? We know all the vlogger, hé! Als je mij een vlogger noemt, moet je echt je muil houden, want ik maak muziek. Wij zijn nu al miljonair. Wij zijn nu populair. Ik maak programma's. Ik maak baby's. Nog niet, maar wel ooit. Otje, vind je mij een vlogger? Zo, Otje is een monster. Look at her go. In ieder geval leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Zoals ik al zei, ik ben Calvin. Hey, what's good? Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Calvin, dan kan dat sowieso door je te even abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram. Hey, we doen één ding elke dag, namelijk Kaulo gek. Doe eens gek, want je bent al normaal genoeg. Dat is het motto, man. Let's go, hey. Vandaag is het weer zover, want ik ben hyped. Ik ben weer hyped gewoon om Kaulo lijpe shit te maken voor jullie. Nou, eigenlijk is het vandaag helemaal niet heel... Ga terug, goed zo. Ik ben hyped vandaag om namelijk twee dingen. Eén, want het begint een beetje donker te worden. Dus Calvin, het spijt me als jullie straks mijn hoofd niet meer zo goed kunnen zien. Maar ik doe altijd zo mijn best om een leuk video voor jullie te maken. En twee, we gaan wat leuks doen. Ik sta natuurlijk wel bekend om het feit dat ik altijd onwijs creatief ben met het bedenken van challenges rondom YouTubers. En vandaag heb ik weer wat geniaals bedacht, namelijk YouTubers, maar dan, wow. Come and join the dark side. Join the Calvin, join the dark side. Ik heb vandaag een aantal geluidsfragmenten van YouTubers. Nou ja, denk eens even aan je favoriete YouTuber. Bijvoorbeeld Enzo Knol, Gio Latoy, Monica Geuze, Dylan Hagens. Hey mensen, snapje. Vandaag heb ik een aantal fragmenten van YouTubers die jullie misschien allemaal wel kennen. En ik heb iemand ze even laten vertragen. Hey Quinto was good man, dankjewel voor deze hype. Hey. Wat zeg ik eigenlijk? Dankjewel voor deze hype. Sinds wanneer kan ik niet meer praten man? Sinds altijd al, ik weet het, maar ik besef het me niet. Tot momenten zoals nu waarop ik mezelf besef dat het gaat om het besef terwijl ik melk wat ik heb en ik ga niet op weg en Dames en heren, ik loop al ongeveer een paar jaar rond op YouTube en ik maak video's waarin ik uiteindelijk eens probeer om alles goed te hebben. Ik heb zoveel quizjes al gedaan en altijd heb ik maar één fout. Oké, dat is niet waar. Ik heb altijd eigenlijk maar één goed. Maar alsnog, hoe is het mogelijk dat ik challenges bedenk die ik gewoon nooit goed heb, maar vandaag is de dag. Ik voel het. Vandaag is de dag dat ik alles goed ga hebben. Yo, oh man! We hebben Elsa en Anna, we hebben deze shit. We got this. Ik kan een Rolex kopen, boeit me geen reet. We hebben die gekke beamers op onze arm, man. Welvaart 2018, hey! Quint heeft fragmenten verzameld van YouTubers die vertraagd afgespeeld en ik ga kijken of ik kan raden wie het is op basis van hetgeen wat ik hoor. Nou ja, like de video alvast. Bij 18.000 likes gaan we vet cool. Fragment nummer 1. Hi dames en heren. Welkom bij de eerste donderdag video van 2018. Nou, hey Quint, goed gedaan, pik. Nou, even kijken hoor. Donderdag. Ja, donderdag kan natuurlijk maar één persoon zijn, namelijk... Even nadenken hoor. Even kijken. Dom misschien? Ik weet het niet. Laten we even kijken. Hi, dames en heren. Welkom bij de eerste donderdag video. Het is goed. Maar ik moet wel zeggen, ik had op basis van zijn stem überhaupt al geraden dat hij het was. Ik had niet eens die donderdag nodig, maar goed, dat is achteraf heel makkelijk om te zeggen. Niemand gelooft me toch. Trouwens, het begint heel donker te worden, dus ik ga even dit doen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik val ooit eens een keer gewoon dood neer omdat ik vergeet te ademen. Het begint best wel donker te worden, dus ik kijk, dat is het vet aan dit horloge. Dit horloge kan ik gewoon even alles een beetje lichter maken. Moet je kijken hoor. 3, 2, 1. Wow, what was good? Oké, terug naar de challenge. Ik heb net 1 goed van de 10 ongeveer of zo, weet ik van wat. Dus hey, we zijn goed onderweg, man. We got this. Wat zeg ik? I got this. Fragment nummer 2. Oké, deze is helemaal out of the box, maar ik denk dat de persoon die het gaat halen dit jaar in 2018 op YouTube en op social media Roy gaat zijn. Royalistic. Pardon? Doe dat maar! Kijk niet raar als ik je moeder paal. Ik weet het. I got this. I know it. Voel het aan de Er is een bepaalde YouTuber die heeft een deze out the box, een persoon, die vibe heeft David. Dus David Games, dus David, hoe je hem ook wil noemen. Hopelijk wordt het niet opgevat als een soort van belediging en word ik straks in de video van David gebruikt. Want dat zou niet zo nice zijn, want dat zou ik een beetje raar vinden. Dus ja, waarom, dat is een gekke zoom is dit trouwens. Dat is heel raar. Ik ga voor dus David. Oké, deze is helemaal out of the box, maar ik denk dat de persoon die het gaat halen dit jaar in 2018 op YouTube en op social media Roy gaat zijn. Royalist. Deze is helemaal out of the box. Ik denk dat
dat de persoon die het gaat halen dit jaar is Calvin. Ja, inderdaad. Besef trouwens even dat we langzaam richting de 700.000 abonnees gaan. Hey, 700.000 Calvin members was good, man. Ik word zo koulo hyped, hè, als ik eraan denk dat ik eigenlijk dit jaar 750.000 abonnees wou halen. Hey, het is nog gewoon, het is februari en we hebben al gewoon bijna 700.000. Wat dan? Hey, maar ik wil niet haat of zo, maar ik kan hem gewoon goed, dus ik ga mijn papa bedanken en mijn mama en Noah en Peter. Let's get it. Kleine jongen van het platteland. Oh. 2017 is ook maar net voorbij en de hype slaat. Dylan Hagens. Man, this is easy as fuck. 2017 is ook maar net voorbij en de hype slaat we natuurlijk meteen achter ons. Dankjewel, ga door. Fragment 4. Ik denk dat Sophie Oesri het lekker gaat maken in 2018. Ja? Die is echt zo mega. What the fuck? Wie zegt dat Sophie Oesri? Ik denk dat. Ik heb altijd als een stemmetje lager is, heb ik gewoon het gevoel alsof ik naar een manwijf zit te luisteren. Calvin is zeker een hele goede YouTuber en ik ben ook omgebouwd. Ik weet het wel, denk ik. Ja, got you! Ik weet bijna zeker wie dit is. Dit is Jeroen van Holland in een item van Concentrate, want ik heb dit gezien. Ik denk dat Sophie Oesri het lekker gaat maken in 2018. Ja? Die is echt zo mega. Mega wat? Dat is natuurlijk de vraag. Sophie Oesri is zo mega. Vet. Cool. Stoer. Debiel. We gaan even de computer aan het werk zetten. Kijken wat het goede antwoord is. Ik kan die altijd goed hebben, Pink. We gaan door, fragment 5. We gaan weer naar de liefde toe. En deze keer niet voor koppels die uit elkaar zijn gegaan, maar koppels die in 2018 misschien bij elkaar gaan komen. Ah, easy as fuck, dude. Guy van der Ree. Even kijken of ik het goed heb, hoor. We gaan eventjes zo. Ik ben echt benieuwd of ik het goed heb. We gaan weer naar de liefde toe. En deze keer niet voor koppels die uit elkaar zijn gegaan, maar koppels die in 2018 misschien bij elkaar gaan komen. Wow, dat was Guy van der Ree, man. Hey, ik kom net tot een mentaal besef. De kans is best wel aanwezig dat ik vandaag voor het eerst de challenge gewoon helemaal goed ga hebben. Wat gebeurt er dan? Oh my god! Niet op de zaken vooruitlopen, Calvin. We hebben trauma's aan de momenten waarop je dacht dat je alles goed ging hebben. Uiteindelijk gewoon alsnog keihard faalde. Dus stiekem wat iedereen een heel klein beetje hoopt dat Femke en Tim misschien niet meer samen zijn. Hey, ja, sommige mensen. Ik dacht serieus, de halverwege dacht ik, hè, dit komt heel bekend voor. Weet je waarom? Omdat ik het ben, Mogol. It's me. Ik wist het zeker omdat ik op een gegeven moment gewoon hé zei. Stiekem wat iedereen een heel klein beetje hoopt dat Femke en Tim misschien niet meer samen zijn. Hé, ja, sommige mensen. Ik zie trouwens iets fucking raars op een of andere manier. Nee, je bent nog geen onderdeel van de Calvin. Koude raar, abonneer op mijn kanaal. Join the Calvin, it's good, it's always fun. Doe eens gek, want jij bent al normaal genoeg. Hey. Fragment 7. Onze track, pardon, in twee woorden is... Quinten, you fucking serious, dude? Dit fragment is letterlijk... Onze track, pardon. Om wie zou dit gaan? Even kijken hoor. Waarschijnlijk niet één van supergaande. Dan is nog de kans, oké, is het dan Nessum of is het QC? Maar als je QC's stem verlaagt, dan krijg je gewoon niks. Want zijn stem is al zo laag, hij kan niet laag. Dus dit is Nessim van Supergaande. We gaan even kijken. Onze track, pardon, in twee woorden is... Quinten, voor de mensen die het niet weten, Quinten is de guy die deze quiz heeft gemaakt. Ik ga je denk ik ontslaan. Oh nee, wacht. Je doet het gewoon uit liefde omdat je een mattie bent. Even kijken. Ik verbreek bij deze onze vriendschap, oké? Okay? Ik weet niet of het zo gaat gebeuren. Maar ik denk dat heel veel mannen in Nederland super blij zouden zijn als Ananushin het uitmaakt met haar vriendje. Wow, ik begin letterlijk gewoon te zweten. Ik ging stiekem in mijn hoofd alweer gewoon vanuit dat ik alles goed zou hebben. Echt ineens. Maar wie is dit? Anna en haar vriendje uit elkaar. Ik weet niet of het zo... Ik denk dus dat het Noah is. Ik heb het gevoel alsof het Noah Zeeuw is. Uitmaakt met haar vriendje. Fuck, wie de fuck is dit? Fuck! Ik denk dus dat het Noah is. Noah van Ponkers. Dat gevoel krijg ik. Zo... God, nee, maar dit is Noah niet. We gaan even goed ons best doen. Ik denk dat dit, ja, ik zeg gewoon Noah. Ik weet niet, man. Ik zeg maar gewoon wat. Ik weet niet of het zo gaat gebeuren. Maar ik denk dat heel veel mannen in Nederland super blij zouden zijn als Ananushin het uitmaakt met haar vriendje. Hello darkness, my old friend. Even schouders eronder, even hop. Ja, schouders eronder. We gaan gewoon kijken of ik de rest wel goed kan hebben. Weet je, ze zijn lekker bezig en QC en Nessum hebben allebei ook eigen ambities. Ja. En misschien gaan ze toch een beetje die solo kant. Dit is Peter. Mijn grote vriend Peter. 100.000 miljoenen procenten, hè. Weet je, ze zijn lekker bezig en QC en Nessum hebben allebei ook eigen ambities. Ja. En misschien gaan ze toch een beetje die solo kant. Dank u wel. Dames en heren, we hebben nog een aantal te gaan, mensen. Is dit mijn bijna complete streak? Nee, ik denk bij Nessum is wel harder werken, man. Ja, god. Quint!
weten! Hoe dom kan je zijn met het maken van een quiz, hè? Dit is letterlijk... Ik denk wel Nessim, man. Als hij er een piepstemmetje van had gemaakt, wist iedereen alsnog dat het QC was, omdat hij letterlijk Nessim zegt. En hij zegt... Man... Nee, ik denk bij Nessim is wel harde werken, man. Goed gedaan, Kel. Hartstikke lekker. Ik denk niet dat er echt iemand met pensioen gaat, maar ik denk wel dat Enzo Knol gaat stoppen met dagelijks vloggen in 2018. Want volgens mij kun je dat echt maar zoveel jaar volhouden. Ik word zo fucking moe van. Altijd als ik denk dat ik het soort van bijna... Dat ik echt gewoon op het randje ben van... Ja, ik ga dit halen in mijn leven. Dan komt er weer zoiets kuts gewoon. Ik wil niet meer. Wie is dit dan? Noah gaat stoppen met dagelijks vloggen. Een super generic stem. Ik vind Noah best wel een normale vibe hebben altijd. Ik vind Nanne Meijer een hele normale vibe. Ik vind Thomas van Grinsven. Ja, ik ga gewoon voor... Ga voor Nanne. Ik denk niet dat er echt iemand met pensioen gaat, maar ik denk wel dat Enzo Knol gaat stoppen met dagelijks vloggen in 2018. God. Kak, fucking kak. Klote man. Echt god. Helemaal fucking klaar. Klote zooi.